Hey mensen, en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. En vandaag gaan wij lekker fotograferen in het bos. Ik sta nu op een plek waar ik mooie herinneringen aan heb. Hier is trouwens mijn liefde voor natuurfotografie begonnen. En omdat mijn kanaal nu een beetje begint te groeien en te lopen, heb ik besloten meer te verdiepen in videografie. En ik heb daarom voor hele mooie smooth beelden heb ik gezorgd voor een gimbal. Ik heb gisteren al wat mooie beelden voor jullie gemaakt, maar dat krijgen jullie straks te zien. Laten we eerst lekker gaan starten met fotograferen. Heel veel kijkplezier. Vandaag gaan we een foto maken van deze boomstronk. Die is afgelopen weken een keer afgeknapt. En ik ben er nog niet op afgeknapt. Het enige wat ik jammer vind is dat de ondergrond best wel druk is. Maar als ze de foto zou willen hebben zoals ik hem in mijn hoofd heb, dan moeten we daar gewoon een beetje overheen stappen. En dan ga ik nu op zoek naar mijn camera. Maar even zonder dolle, ik ga hem wat onderbelichten. Dus laten we de foto gaan maken. Mocht je een van mijn foto's uit deze video nog even terug willen kijken, een deze dagen plaats ik op mijn Instagram account wat foto's uit deze vlog. Het linkje naar mijn Instagram account staat onder in de beschrijving. Als jullie het trouwens leuk vinden, dan ga ik een aparte video maken over hoe je een gimbal gebruikt. En wat specifieke moves die je kunt gebruiken om smooth beelden te maken. Ik werd gisteren best wel verrast door dit beeld. Ik had nog nooit zoveel mooie blaadjes bij elkaar gezien. Maar ja, sorry, ik neem geen blad voor mijn mond. Voor de foto die ik ga nemen, ga ik een wijdhoeklens gebruiken. Die zit erop al. En ik ga daarvoor ook een klein statiefje gebruiken. Hier voor mij loopt een pad. En dat pad loopt tussen de bladeren door. Dat leek me dus wel een mooie compositie. Ik ga een f19 voor gebruiken. Dus de scherpte diepte 19. Zodat je nog genoeg scherpte diepte hebt in je foto. Goed, nog één laatste foto en dan is het tijd om de vlog weer af te gaan sluiten. Zo meteen kun je aan het einde zien welke foto ik net heb genomen. En voor nu wil ik jullie onwijs bedanken voor het kijken naar mijn video. Geniet nog even van de 3 foto's die nu nog in beeld komen. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. En dan zeg ik zoals altijd, see you later. Heikel! Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.